in de categorie Sportvrijwilliger van het jaar 2023. De spin in het web bij SCBC Racehof. Bas Visser. Op onze scheidsrechters mogen we apetrots zijn. Marjan Verschuren en Tom van der Wapen. Duizendpoot van Stichting Samensporten Tilburg. John Brokken. Ooit was Bas haal- en brengvader, maar hij bood meteen zijn hulp aan bij de trainingen. En weldra volgde hij, wegens het tekort aan trainers, de trainersopleiding. Hij brengt beginnende spelers tot bloei, betrekt hun ouders en creëert zo een hecht team van enthousiaste en betrokken trainers en begeleiders. Ook startende senioren kunnen bij Bas terecht. Hij doet er alles aan om iedereen een welkom gevoel te geven. Bij problemen staat Bas er ook, springt in en lost in goed overleg op. Ook staat hij er als lid van de technische commissie en als voorzitter. Daarnaast regelt hij van alles, bijvoorbeeld EHBO-middelen. Druk, 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 maar altijd volop genietend van badminton en van de vereniging. Marjan en Tom, twee vrijwilligers die samen zijn aangemeld. Voor sportvrijwilliger van het jaar. Samen. Want samen vormen ze een jong scheidsrechterskoppel dat al fluit op het hoogste niveau, de eredivisie. Een pluim meer dan waard. En hopelijk inspireren zij ook andere jongeren voor het scheidsrechterschap. Want dat is genieten van het spelplezier van spelers. Daarnaast zitten beide bij de White Demons in de krachtcupcommissie, belast met de organisatie van het jaarlijkse toernooi. Tom beheert de website en de communicatie van de White Demons. Marjan is oud-bestuurder en beide doen nog veel meer. Zoals recentelijk de organisatie van het 50-jarig jubileumweekend. Sportverenigingen helpen om mensen met een verstandelijke beperking een sportpodium te bieden. Met het G-Sportweekend Amarant als hoogtepunt. Met 1300 deelnemers en 5000 bezoekers. John staat klaar als rechterhand van de organisator en regelt ook side-events, zoals het carnavalsvoetbaltoernooi, het kijk-, doe- en beleef-event, de trucktour, etc. John startte 22 jaar geleden, toen nog slechts met alleen een voetbaltoernooi op twee veldjes. Nu staat er een sportevenement met 10 verschillende sporten. De grote drive voor John zijn de blije gezichten van de deelnemers en het samen zien sporten van mensen met en zonder beperking.